Er was natuurlijk al een jarenlange relatie. De Big Bulls van de Almeloze Rugby Club dragen Tante Riki, de koningin van de Zwarte Cross, in haar draagstoel tijdens het festivalterrein over. Maar die relatie kreeg nu een stevige grondslag. De Big Bulls openden zaterdag hun nieuwe kantine en Tante Riki en scheidend voorzitter Koos van der Rijst knipten samen het lint door. Maar niet nadat de traditionele band op een bijzondere manier bevestigd werd. Er zijn ook twee mensen die eigenlijk in de loop van de bouw, waar we 5 jaar mee bezig zijn geweest, een band hebben gekregen. En ik denk allebei de juiste titel hebben om dit clubhuis te openen. Ik zal eerst een klein stukje inleiden. Ze hebben elkaar vorig jaar denk ik voor het eerst gezien. Toen is de eerste vonk overgeslagen. Dat was in de Achterhoek op een beetje een heide. Dat is een feest, dat heet de Zwarte Cross. En daar hebben Koos van der Rijst en Riki, de koningin van de Zwarte Cross, elkaar leren kennen. En nadat ze getrouwd zijn, willen we graag dat het echtpaar het clubhuis opent. Is de bijzondere ambtenaar van de burgerlijke stand er klaar voor? En belooft u van trouw al haar plichten te zullen vervullen? Door de wet aan de Heerlijkse staat staat verbonden haar te eren en haar voor eeuwig op de schoon te dragen. Dat is daar verband. Ja, heel graag. Aan te nemen tot uw vettig echtgenoot. Jacobus Koos van der Rijst en belooft u getrouw alle plichten zullen te vervullen die door de wet aan de huwelijkse staat worden verbonden. Wat is daar verband? Ja. Mooi.